Welkom bij deze nieuwe video. Mijn naam is Gijs. En ik heb al een tijd geen GTA meer gedaan. Dus ik ga het weer doen. Ik ben Gijs. En ik ga even lekker op een goede oude dag een beetje fietsen. Ik moet even nog wat boterhammen halen. En wat zeep. Maar oké, dan ga ik even naar de winkel. Ik zit lekker op mijn fiets. Dus ik heb de fiets van Gillebeest geleend. Ik heb zelf geen fiets. Wow, wacht. Wat? Ik wist niet dat ik een... Wat was dat? Ik rij alleen op mijn achterwiel. Oké, nou, dat ga ik dus even niet doen. Op een goede oude dag, een beetje fietsen naar de winkel toe. Op rode stoplichten boeien helemaal niks als je op de fiets zit. Zo. Rijd ik weer op mijn achterwiel. Ik kan niet rijden. Ik heb al 20 jaar niet gefietst of zo. Maar ik moet ook geen ongeluk hebben. Ik bedoel, ik ben 83. Ik kan niet zomaar een ongeluk hebben. Nou. Het gaat een beetje fout. Weet je, ik ga hem even rustig doen, want ik kan dus niet fietsen blijkbaar. Ik heb het een verkeerde afslag genomen. Hier ga ik over de snelweg. Eigenlijk mag dit ook niet. Ik ga toch maar omdraaien. Ik mag niet over de snelweg gaan namelijk. Ik bedoel, ik zit op de fiets. Het gaat wel een stuk sneller, maar alsnog. Ik wil ook even naar het casino toe. Ik bedoel, ik heb al met mijn telefoon een appje gekregen. Ik heb zo'n abonnement. Ik kan, als het goed is, weer kan dat goed draad draaien. Dus, Coco zit de livestream te kijken. In ieder geval. Ik weet niet hoeveel meter nog rijden, maar ik denk iets in de 200. Dat is een beetje overdreven. Ik ben niet nog een kilometer onderweg. Weet je wat ik doe? Ik zeg gewoon nog. Ik ben er al bijna. In ieder geval. Ik kan de winkel al bijna zien, joh. Zo dichtbij ben ik. Zie ik op mijn navigatie. Ik vraag me niet waarom ik een navigatie op mijn fiets heb, maar... Denk je soms. Winkeltje. De hele winkel. Zo. Mooi. Is de verkeerde winkel. Serieus. Gast, welke winkel... Deze dicht. Ik kan echt niet fietsen. In first person. Zo. Ik ga niet meer springen. Die winkel was dicht. Lekker dan. Dat is wel leuk. Wacht. Ik rij alleen op een voorwiel. Dat moet ik niet vaker meer doen. Ik heb toch nog een afspraak bij de casino, omdat ik er nu langs rij. Als het goed is, mag ik. Ik weet het zelf ook eigenlijk niet. Of ik nou dat appje gisteren heb gekregen of vandaag. Maar als het goed is, heb ik hem vandaag gekregen. Ik heb het telefoon niet meegenomen, dus ik weet het eigenlijk niet. Maar ik ga gewoon, hup. Ik hou niet van die moderne beach. Ik hou van de Beatles. Dat vind ik leuk. Niet van dat lelijke moderne muziek. In ieder geval. Als het goed is kan ik naar de loterij. Waarom heb ik nou weer 1000 chips? Ik heb de loterij gewonnen, maar ik heb ze geen chips gekocht. Dan loopt het ook weer even in.
Mevrouw, ik heb thuis de chips. Godsamme. Mevrouw, ik heb thuis de chips. Hier zijn ze. Hier zijn ze. Maar geen zien. Ah, bedankt. Stuur over. Ja, zou wel. Ik heb alleen de lijn gewonnen. Oh, en kan ik? Ah, kut, ik mag niet. Nou, ga ik zo meteen nog een keer proberen. Nou, weet je, ik ga het gewoon niet meer proberen. Nou, morgen komt dat wel. Nu naar de winkel. Mooi grond. Leuk ding. Een buggy of zo. Nou, zo wel. Doe dat die. Mooi fiets. Daar doe dat die. La la la. Oh, kut mevrouw. Ah, wacht een beetje. Oké, wacht even. Dit was helemaal niet de bedoeling dat die gast heb overgereden. Lester. Oh, hey, how can I be of service? Okay, okay, I'll get you out of trouble. No problem. Whoa, whoa! Okay. Gillebees noemde dat altijd de wheelie, mijn kleinzoon. Mijn lieve, lieve kleinzoon. Okay. Wat is je aardig? En dat maakt je leuke video's. Ik vind het zo leuk. Ik heb gevraagd of ik er ook op mag komen en dat mag. Yay! En voor de duidelijkheid, ik ben geen beetje zelf, maar ik ben eigenlijk zo open. En... Oké. Okay. En, ja. Nou, ho, ho, ho! Niet springen met dat ding. Did you for... Ah, daar is de winkel. Zou ik nog geen parkeerplek vinden? Auw! Hey, oude vent, joh, klein kracht. Hey, hey, oppassen. Is sorry voor de klas. En die klas ga je ook betalen, hè, gek? Ja, ik heb toch een landje rij gewonnen, ja. Nou. Ja, doe maar een fiets wegzetten, joh. Oké, okay, meneer. Ik ben hier gekomen om wat te pakken, om wat te kopen. Zullen die kutdeur wel gewoon bij zetten? Oké. Okay. Oh, dit wel. Van 10 dingen nodig. Stelletje valt naar voren en gooit alles om. Jongen, niet te geloven ook, hè? En dan mag ik ook zeker weer gaan opruimen. En het glas mag ik zeker ook weer opnieuw gaan maken. Sorry meneer. Je gaat hier niet weg voordat er iemand komt voor een glas. En als je de troep hebt opgeruimd. Dan kan je even een bel halen. Stel het weer omhoog. Het ligt alles erin. Een half uurtje later. Oh. Eindelijk, ik ben klaar. Hier, je mag nog even wachten tot er iemand van de glas komt. Mag je even binnen? Als je even binnen wacht, dan kom ik even, ga ik even hem halen. Oh. Oh, nee. Ja, wacht. Weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon het geld in. Nou, nou. Ga ik doen, Nee, doe maar gewoon niet. Nee, ja, weet je. Nu, ja, het stopt met zo'n aardige eigenaar, joh. Hoe heeft hij me volledig uitgescholden, alleen omdat hij, oh ja. Een klein foutje maakte. Even kaken. Moet hallo meneer! Glas in? Oh, wat hebben we nou gedaan met het glas? Nou, ik zat niet op te letten en ik fiets er vol in. Oh. Zo, even een nieuw raampje moet eruit. Even kaken hoor. Zo. Oh, pas op met dat ding. Ja, pas zelf nou maar op. Zo, het glas is eruit. Hoeveel mag dat kosten meneer? Ik ga even kijken voor u welke weer de prijs is. 1000 euro. 1000 euro? Nou, dan ga ik het ervan pakken. Stel dat je pakt een korte menu en haalt allemaal 1 eurotjes en wat kleine biljetjes eruit. Ja, nee, die pinpas was maar niks, joh. Zo, een half uur later. Ah, 1000 euro. Mijn hele portemonnee leeggetrokken. Meneer hier. Jezus Christus, je gaat napellen, hè? Wacht hier. Gaat eens napellen. Wacht hier. Meneer, probeert u me nou gewoon op te lichten? Wat? Ik mis gewoon nog 5 cent. Oh. Probeert u me nou een beetje op te lichten hier? Het lukt heel erg ver in het portemonnee. Ja, hier. 5 cent. Ik ga nog een keertje napellen of het nu wel goed is.
Over 10 minuten. 10 minuutjes later. Meneer! Ik heb verkeerd geteld, ik mis toch nog weer 20 euro hoor. Nou, dit is gek. Hey, nog een boeiend. 20 euro? Ik dacht dat ik 1000 euro op zak had. Hey. Ja, sorry, ik leg mijn controller neer, dus dan kan hij soms op die. Ik ga nog even, ik ga nu nog een keer natellen, ja meneer, tot zo. Sterretje, zet de voordeur even op slot, zodat hij jou niet uit kan wegrennen. Zo, even kijken. Tellen, even kijken. Jong. Meneer. Ja. Ik heb het nageteld, ik heb het alles via de rekenmachine gedaan. En ik mis gewoon nog 30 euro, meneer. Godverdomme. Sterretje pakt je. Pakt, Sterretje doet nog een keer tussen zakken en vindt dat er nog wel 30 euro is gevallen. Oh, hier. Dank je. Ik ga nu nog één keertje laten met het ding. Als ik nog een keer achter kom, dan heb je een groot probleem. Nou, Sterretje opent de kluis. Gaat even alles tellen. Godverdomme. Meneer. Laat mij niet natellen. Sterretje telt het na en heeft 150 euro gegeven. Probeer je me nou op te lichten? Hier, pak je 50 euro vast. Het geld ligt in mijn kluis, je kan het niet instellen. En de deur zit op slot, dus je kan ook niet weg. Meneer. Dit, ik heb het nu echt precies nageteld. Ik heb zelfs mijn collega laten tellen. Ik mis nog 10 euro. Dan was het duizend. Ik ga aangifte doen bij de politie, want ik heb echt 1000 euro opgegeven in het begin. Meneer, ik wil nu het geld zien. U blijft nu staan of u gaat dood. Geef maar die 10 euro. U heeft mijn deur gesloten, ik wil gewoon 10 euro. Hup, en dan ben je snel 10 euro uit de zak. Zo, pak die 10 euro uit je hand, net stop het in de kluis, dat de kluis weer dicht. Sterretje opent de voordeuren. En nou joh, ga wegwezen jij. Wegwezen. Hè? Wegwezen. Godverdomme. Zo, 150 euro rijken. Daar heb ik al het geld naar. Zo. 1500 euro. Dankjewel. Nou, de winkel gaat ook sluiten. Oké, nou. Een paar dagen later. Zo, we lekker op een fiets naar de winkel toe. Ik ben even onder koffer of motor. Agent. Wacht, ik wil zo heel graag lekker gezeten werken. Zo, oh, de eigenaar is er niet. Ik ben er. Oh, hey meneer. Ik ben jij er weer, man. God nou eens op. Ja, maar ik wil heel graag werken. En trouwens, je hebt 500 euro extra voor me afgepakt. Meneer, ik heb wat geregeld, zodat u misschien wat sneller weggaat. Dus u kunt nu weggaan of u komt er vanzelf wel achter. Even kijken, waar ligt dat ding? Open de kluis. Oh, hier. Hè? Wegwezen. Nou, dan ga ik maar bij een andere winkel solliciteren. Oh, zo, ik ga om mijn koffer motor rijden vandaag. Eens kijken. Ah, een winkel. Oh, meneer, zijn we de fiets op de stoep? Ja, sorry, ik was een waypoint aan het zetten. Meneer, let op, joh. Met de fiets, zou daar niet. Meneer, rood, midden op de weg. Zo. Oh, wacht even. Ja. Meneer, u mag me even volgen, ja? Nee, ik ga je niet volgen. Ik ben politie, mag me nu even volgen door de aangehouden. Ik wil zien of je echt politie bent. Ja, dan moet je even hierheen komen. Oh, waarom gaan we mee? Daar is op een politiepasje uit de buddy. Oh. Een politiepasje, hij is echt... Oh, meneer, waarom ziet hij er dan zo uit? Ik ben undercover. Wat betekent dat? Dat ik niet zichtbaar ben voor andere mensen, maar ik ben wel politie. Oké. Okay. Dat mensen die raar doen. Maar meneer, waarom gaat u zo de rood heen en doet u zo springen met die auto en zo? U mag ook niet meer op de weg rijden. Ten eerste noemt u dit een auto. Ten tweede... Nee, u sprong tegen een auto aan. Ik heb nooit geweten dat je niet door rood... Dat je niet door rood mag... Dat je niet door rood mag rijden als je op de fiets zit. Heeft u uw rijbewijs? Heeft u uw rijbewijs? Ja, maar niet voor fietsen eigenlijk. Dan heeft u wel geleerd... Ja, je hebt ook geen ding...
heb je wel gezien dat je geeft een rijbewijs. Meneer... Het laatste rijbewijs die al leed is al een paar jaar vervallen. Ja, dat maakt niet uit. Meneer, u heeft uw rijbewijs een keer gehaald. Dus u weet dat u voorop moet stoppen. Dus u gaat daar gewoon een boete voor krijgen. En nu gaat u naar de weg, gaat u ook een boete voor krijgen. Het wordt bij elkaar €250. Oh. Stel dat je pakt de portemonnee, trek je allemaal centjes en eurotjes eruit. Een half zet uur ze later. Af, maar, hier, zet ze helemaal af, maar is vergeten. Zet ze helemaal af, maar is vergeten dat er nog wel geen masker meer onder zit. Oh shit! Doei meneer, dank voor €150. Oh shit. Oh. Ik pak je wel! Nee, we ben je gebleven? Ik ga 112 bellen. 112! 112, langstralen, dan kan ik nog even lief zijn. Een oplichter deed alsof hij in de kofferagent was. Heeft mijn geld afgepakt. En in een winkel had ik per ongeluk een raampje kapot gereden met mijn fiets. En degene die het raam ging pakken, heeft me €500 meegesmokkeld. Dezelfde meld. Oh ja. Hij zag eruit met pruim nodig. Heeft u ook bewijsmiddel van die meneer? Nou, ik kan wel laten zien dat ik... Ja of nee? Een soort van... Ik weet niet ja of laten nee zien dat ik 100, dat ik 1650 nee euro dat heeft geen ben zin verloren. Dat heeft echt geen zin. Godverdomme. Nou. U heeft geen ding. Ah, oh, kut ding dat heeft. Ga weg. Gast. Het idee van de roleplay was... We hebben afgesproken in het begin... Nou, ik zou een winkel overnemen. Ik zou solliciteren bij een winkel. Je kan de winkel toch al overnemen. De eigenaar is nu toch weg. Dus. Nou, je mag ik heb dit winkeltje gekocht. Ik ga nu met de eigenaar spreken. We have cameras, just so you know. Hallo meneer. Hallo. Mijn naam is Gijs. Ik heb deze winkel opgekocht. Ja, dat had ik gehoord. Ja, u bent de nieuwe eigenaar. Gefeliciteerd. Ja, nou. Nou, ik ga er vandoor. Doei. Doei. Oké, die gaat even weg. Ik moet hem even doodschieten. Ik ga even Lester bellen. Oké. Voor nep is dat niet gebeurd, anders kan ik die man niet weglaten. What's up, pal? Can't handle the heat, my friend. De winkel. Okay. Leave it with creepy Uncle Lester. Ik ga de naam veranderen. Op wel of er een nieuwe eigenaar bij die winkel. Sterretje verandert de naam naar Supermarkt Gijs. Zo. Is wachten tot er een klant komt. Volgens mij heet die Supermarkt Gijs of zo. Volgens mij is dat dit zo'n oude man, zoals altijd in de supermarkt. Zo, even op het internet, op de site ook de nieuwe naam. Oh, bij het tankstation is wat chill, want ik moet toch even tanken nu. Oké, wacht even. Sterretje pakt wat dozen en legt alle spulletjes in de vakken. Zo. Tankt hem helemaal vol. Zo. Want die man heeft straks geen camera, zo hier loopt de camera. Dan ga ik er nu even wegrijden. Denk misschien dat ik weg ga rijden. Maar ik ga even parkeren. Wat is dit voor een waard fiets? Dit is een autoparkeerplek, geen fiets man, ga weg. Ik ga even wat voor doen. Dat is mijn auto een stukje verder. Oké. Sterretje tilt de fiets op. En gooit hem een stuk verder weg. Godverdomme, ik kan niet zo ver gooien. Zo, op de stoep. Zo, kut fietsjes op de stoep. Zo. Sterretje leg. Vult alles aan. Zo. Nou. Zo, voilà, nieuwe. Hallo meneer. Oh, hallo. U krijgt hallo. 40% korting voor de eerste klant. 40, ik dacht 50. Maar dat maakt niet uit. Nou, ik heb 40. Er stond 40 op de site. Nou, zoek maar wat lekkers uit of wat je wil uitzoeken.
Dan Meneer, je hebt nergens een prullenbak, zie ik. Nee, je hebt nergens prullenbakken. Oké, okay, ik heb wel een prullenbak, maar je moet het er even gewoon... Je gooit je van heb in de prullenbak. Zo, ik gooi het lekker op de grond. Hé, hey, meneer! Wees eens wat netjes. Sterretje netjes. Pakt het dingetje en legt het in de prullenbak. Oké, okay, meneer, wilt hij nog loter... Okay. Sterretje pakt uit de achterbak en komt weer terug. Nou, Sterretje pakt het geld uit de machine, zo. Ik was vergeten de auto vlot te zetten. Maar meneer, ik heb toch 40% korting? Oh ja. Dan wil ik graag meneer, ik krijg 40 cent terug. Stel dat je pakt 40 cent en geeft het terug. Dank u wel. Ik wil graag alle pakjes sigaretten die je hebt, al die drankflessen die je hebt en al die mooie striften die je hebt van die vrouwen. Oh, waar? Oh, daar. Hup, 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 hup. Met de... Oké, meneer. Dat is dan... Het is dan 30 euro, maar met 40% korting. 30 euro, maar voor één zo'n drankfles kost normaal 80 euro, maar het is goed 30 euro. Ja, we hebben heel veel drank. 10 nou. Euro, ja, je hebt je 10 euro. Dank u wel voor allemaal spullen zo. Hey, dat is de weg. Zo, een drank inladen. Meneer. Hoi meneer. Oh ja, en ik heb ook nog gratis gedankt. Oh, ze gaat het winkeltje echt naar de soep. Grapje, meneer. Gooit een briefje van de 200 uit het raam. Hier, doei. Hey. Oh, dat is weer handig. Stelletje doet het in zijn portemonnee. Wat hij heeft gekregen, doet hij ook in zijn portemonnee. Even kijken bij die oude klootzak. Nou, ik ben sinds tijden weer eens lopen. Zo. Oké, Sterretje pakt weer wat nieuwe drank en van die alles wat jij hebt gekocht, pakt die en doet die weer terug in de vakken. Zo. Kijk of er wat geld in de tank misschien. Oh. Hallo meneer. Hallo. Welkom bij de nieuwe winkel. Per markt van Gijs. Ik heb twee verschillende jerrycans trouwens. Kijk, deze is geel. Hè? En deze is oranje. Hè? Hoe kom jij in die gele? Casino missie gedaan of zo, wat ik vind. Maar meneer, ik wil graag een hele jerrycan vol met benzine. Oké, dat. Nog meer? En nog een zonnebril. Even kijken wat ik mooi vind hoor, meneer. Even passen en eten. Ja, doe mij maar deze. Ah. Vindt u die ook mooi? Die? Ja, die. Sterretje pakt hem. Ik heb hem nu op mijn kop. Oké. Sterretje. Ja, oké. Meneer, dat is dan... Ja. Dat is dan 40 euro. Brillen zijn 40 duur. 40 euro? Brillen zijn duur. Dit is de goedkoopste bril, man. Kijk, die hangt hier. Het staat op een prijskaartje 5 euro. Oh, ja, sorry. Probeer het maar nou een beetje op te lichten hier. Dat is dan 15 euro. Zo'n derde keer kost 10 euro. Ja, alsjeblieft. Ah, bedankt, hey. Meneer. Fijne dag. Doei. Iemand. Even drie dikke mes. Wat is dat gebeurd? Hey, voilà, meneer. Hallo meneer! Voilà, meneer. Ik krijg toch 45% korting op alles hier? Nee! 80% korting toch? Ja, nee. Dankjewel meneer. Dankjewel. Meneer! Nou, we gaan gewoon lekker meneer. Meer betalen. Wat? Ik ga lekker meer betalen. Ik hoop helemaal niet als je me zo aanspreekt. Oké. Het kost gewoon de normale prijs. 80% korting stond op de site, meneer. Nee! Wat u probeert. De eerste klant krijgt veel. Auw! Wees rustig met mij. Ik ben al op mijn ouder leeftijd, joh. Man, ik heb 80% korting, vriend. Of je gaat nee. Zien. U bent de derde klant. De eerste klant krijgt 40% korting. Ja, ik ga weg. Ik koop niks meer. Wakker. Oké, even de site veranderen, want er staat nog steeds de eerste klant krijgt zoveel geld.
Kijk, ik heb wat geld, dus dat zet ik even op mijn bank en dan. Zo, ik heb Gilles bij even deur gestuurd, want die snapt alles van te programmeren. Ah, dat is geregeld. Voilà, dus een makkelijk koolwaarzine. Ah, wat een mooi winkeltje. Wat eigenlijk best een leuk winkeltje. Ah! Hé! Hey, wat is je probleem, hè? Meneer. Wat is je probleem, hè? Meneer. Wat nou, winkel. Meneer? Ja, ja. Ik zal maar snel het magazijn in gaan. Mijn winkel. Ga het magazijn in, ik repareer die kutdeur wel. Ga het magazijn in, meneer, dan gaat u zo misschien nee. Nog wat doen. Ik bel de politie als het nu niet stopt. Oké, stop wel, doei. Is die man helemaal gek geworden? Ik stop natuurlijk nooit. Voila! Oké, 1 en 2! Oké, dan gaan we veranderen mee van dienst zijn. Ik ben Gijs. Ik ben van Supermarkt Gijs. En iemand rijdt met zijn auto de hele tijd mijn deur in. Ja, maar zijn er ik heb camerabeelden, dus ik kan die naar jullie doorsturen als bewijs. Ja. Oh, ja, ik zal de camerabeelden bekijken, maar ik ga nu even eten. Dus ik zal de camerabeelden bekijken en dan Oké. Okay. Ik ga eten. Doei. Maar echt? Ja, avondeten? Avondeten? Blijkbaar wel. Oké, dit was de aflevering van Gijs. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doei!